Wie duurzaam en niet duur wil slapen, kan altijd de aanschaf van een kartonnen bed overwegen. Uit Nederland. Die worden gemaakt door de Amsterdamse start-up Kartent. Het idee om producten van karton te maken ontstond toen de ondernemers de enorme hoeveelheid plastic afval zagen die achterblijft na een festival. 1 op de 4 laatste tentje achter is een plastic tentje op een festival. En dat komt eigenlijk omdat die plastic tenten uit China steeds goedkoper worden. Dus wat je eigenlijk hiermee bereikt is, je kan een tent, wij zetten hem voor je neer en na gebruik werd hij gerecycled. Dus als bezoeker hoef je niet meer je tentje bij de Decathlon of bij dat soort partijen te halen. En je hoeft hem niet meer op te ruimen, want wij doen het voor je. En toen zijn we met het hele team gaan brainstormen. Oké, we hebben hier machines om karton te verwerken. We hebben superveel karton. En toen zijn we ook steeds meer aan de productenkant gaan zitten. Dus bijvoorbeeld lampen, speelgoed, kasten en bedden. Samen met Beterbed hebben we het paperbed ontwikkeld. En dat is eigenlijk, je krijgt gewoon een kartonnen doos thuis met erin alle onderdelen. En dan kan je gewoon zonder schroefje in elkaar zetten. Dus super makkelijk. Bijna 2 jaar geleden eigenlijk al en gaandeweg met heel veel feedback en mensen die het kochten en daar wat mee sparren en zo eigenlijk verbeterd en steeds het ontwerp anders en weer een stukje beter gemaakt. De uitdaging zit het altijd in dat het voor de ander ook heel makkelijk in elkaar te zetten, dat het heel makkelijk te gebruiken is en past in het pakketje en dat soort dingen. Nou, ik heb zelf het oudste bed thuis staan, die is al 2 jaar oud en daar zit nog geen spoor op. Zolang die goed is heb ik er heel veel vertrouwen in.